De uitzending van Opsporing Verzocht van gisteravond over de bommenlegger bij de supermarkten van Jumbo heeft tot nu toe 24 tips opgeleverd. In het tv-programma werd onder andere een witte vierkante emmer getoond waarin het explosief was geplaatst dat op 9 mei werd gevonden bij de Jumbo aan de Wilhelminakade. De bom werd onschadelijk gemaakt voor hij kon afgaan. Ook liet de politie een filmpje zien van de man die op 31 mei een explosief plaatste bij de Jumbo aan het Overwinningsplein.